mentale vechters. En vandaag een sparringsessie met Donovan Wisse. Ja. Net afgelopen, hoe vond je het? Ja, goed man, goed. Hij is goed bezig, hij heeft me flink geraakt. Maar ja, maar hij is goed op weg. Hij is er klaar voor. Is dit een plusje voor je in je voorbereiding? Want je moet binnenkort vechten. Ja, tuurlijk, het is een plus. Ik bedoel, jongen van zijn niveau, jongen van mijn niveau. Je weet toch, het kan niet beter. Dus het is zeker een pluspunt. Het is voorlopig heel goed. Ik ben heel diep in mijn trainingskamp. We zijn bezig met onze gameplan. We zijn bezig met onze kracht en conditie, met onze sparringsessies, petsessies. Dus ik ben heel gefocust, heel gedreven voor dit gevecht. Everybody knows me. Everybody knows that I came for a knockout. And I'm a knockout fighter. But something else. I want the title. Give me the title shot. Of course, I won today. Serkan won today. So the logic fight is that I go against Serkan for the title. Robbie make it happen and I will win again. Binnenkort vecht Serkan tegen Donovan Wisse. Zelfde dag. Zelfde dag. Ja. En hoe kijk je naar deze wedstrijd? Ja, twee verschillende stijlen. Wisse is meer kijkend, technisch, kampioen. En Serkan is meer een beuker. Ik denk dat wel ook zeg maar, een hele mooie partij gaat worden. Mm-hmm. Wie hoop jij dat hij gaat winnen? Ja, mij maakt het helemaal niet uit wie gaat winnen. Ik hoop, ja. Maar ik denk vaker gewoon, als je van de kampioen wilt winnen, moet je overtuigend van de kampioen winnen. Ja. Dus ja, ik denk toch dat misschien dan Wisse gaat winnen. Maar je weet maar nooit, die hoek van Serkan blijft super gevaarlijk. Ja. Dus het kan maar één keer erop zitten. We hebben natuurlijk wel voorheen dingen naar elkaar toegeroepen. Maar dat is allemaal normaal. Hoort erbij. Dat hoort er allemaal bij. Anders komt deze partij niet tot stand. Ja. En nu is het zover. Nu zijn we allebei gefocust. En tenminste, ik ben wel heel erg gefocust. En ik neem aan dat hij dat ook is. Het is toch een belangrijke wedstrijd voor beiden. En ik ben super blij dat die tot stand is gekomen. Donovan Wisse. Jij denkt natuurlijk dat je van hem gaat winnen, want hij heeft ook weaknesses, denk jij. Wat zijn zijn zwakheden? Of hou je dat liever voor je? Ik hou het wel liever voor me. Ja. Ik hoef het eigenlijk ook niet voor me te houden. Ja. Die jongen is gewoon compleet. Hij komt om te knokken. Het is een harde jongen. En ik ben ook een complete jongen. Ik kom om te beuken en om te vechten. Dus die dag hoop ik en weet ik zeker eigenlijk dat ik aan de langste eind ga trekken. Want al die gasten hebben zware Haagse bommen van me gehad. En nu is het tijd voor de eindknal. Ik geloof niet dat hij die dag weaknesses gaat hebben. En die ga ik ook niet hebben. Want ik heb hem al verteld, laatst in de crossfire die we hebben gehad, dat hij met zijn beste kaart moet komen. Ik wil de beste Donovan Wisse tegenover me hebben om alle geruchten later uit de wereld te helpen. Daar staat de beste Donovan Wisse 17 juni. Maar hij krijgt ook de beste Serkan Özcalian tegenover zich, want ik ben ready. Dat is waar de mensen voor komen. De mensen willen geen puntenpartij zien. De mensen willen geen 5 rondes lang naar 2 gasten zien die tikken. Mensen willen een knock-out zien en dat is wat ik in huis heb. Dit is een belangrijk moment voor mij. En ik zal hem aanpakken. Niet alleen met beide handen, maar ik zal erop gaan bijten ook. Donovan, je bent in voorbereiding. Serkan is ready. En wat about Donovan Wisse? Als Serkan ready is, dan ben ik meer dan ready. Ik ben al lang ready voor Serkan. Tegen de kampioen, zoals ik al aangaf. Ik heb al die jongens zware Haagse bommen gegeven. En nu is het tijd voor de eindknal. De titleshot is daar. En 17 juni ga ik het waarmaken. Dat is waarom ik verdien om kampioen te worden. Ik ben ready voor Serkan. Dus hij 17 juni kan niet krijgen en verwachten. Op 17 juni zien we Donovan Wisse op Glory Collision 5. Zijn titel in het middengewicht voor de 3e keer verdedigen. En dit keer tegen Serkan Özcalian. Wij zochten hem op in Wassenaar, waar hij niet aan het trainen is. Maar waar hij een training aan het geven is. Go! Die links hoor, hier. Ja, opstoten. Sneller. Hop, Piet. Sneller, top. Ik ben zelf ook vol in training. Hoe gaat het? Gaat heel goed. Ik mag niet klagen, de voorbereiding gaan. Uitstekend. Ik ben gewoon ready voor de 17e. Serkan is ready, ik ben ready. En we gaan nog een heel mooi gevecht ervan maken, de 17e. Ja. Hoe hebben de afgelopen paar weken er voor jou uitgezien, qua voorbereiding? Mijn voorbereidingen zijn in Suriname begonnen. Heel goed, heel veel looptrainingen, kracht- en conditietrainingen, pestrainingen, spanningstrainingen. Dus de voorbereiding is goed, ik ben scherp, ik ben fit. Ik ben dan 3,5 week terug afgereisd naar Nederland. Ik heb meer aangesloten bij het team, bij Osama, bij Kickboxer Veles. Victor Halemen, man! Dus jullie krijgen de Donovan Wisse te zien, de 17e die jullie altijd gewend zijn te zien. Dus dat komt zeker goed. Ik heb mijn huiswerk heel goed gemaakt en niks gaat me, hoe moet ik het zeggen, niks gaat me verrassen die dag. Heb jij ook het gevoel dat je nu,
echt als kampioen gaat laten zien deze keer? Ja, zeker. Ik wil mezelf altijd wel bewijzen. Ik kom niet voor een, voor een kutgevecht, als ik het zo moet zeggen. Ik wil toch wel een heel mooi gevecht voor het publiek neerzetten. Van Serkan, ja, die valt uit de grote mond. Dus die vuren ze ook daar wel. Ik wil graag zijn mond snoeren. Dus voor mij maakt het niet uit. Ik ga niemand uit de weg. Ik ben een kampioen. Ik zit gewoon op ze te wachten en Glory bepaalt eigenlijk. Maar als ik mocht kiezen, dan wil ik zo snel als mogelijk Serkan zijn mond snoeren eigenlijk. 17 juni, dan is het zover. Glory Collision 5 vanuit Ahoy. Natuurlijk live te zien bij Videoland met 3 titelgevechten. En een van die titelgevechten is in het middengewicht, waar we de titelhouder Donovan Wisse gaan zien tegen de uitdager Serkan Özcalian. Jongens, jullie gaan straks tegen elkaar opnemen. En 17 juni gaat het een partij zijn van mij tegen Donovan. Dat zou ook weer een hele andere wedstrijd zijn. En we gaan zien wie er beter uit de kaart komt die dag. Ik ben daarentegen echt een beuker, een sloper. Ik kom muren kapot te slaan. En dat gaat tot nu toe wel heel erg goed. En ik ga mijn best doen om dat 17 juni ook te laten zien. Ik sta bekend als een knock-out vechter. Ik ga altijd voor de knock-out. En dat zal ik 17 juni ook gaan doen. Ik zal voor een knock-out gaan. En ik denk dat deze wedstrijd ook zal eindigen in een knock-out. Een van de twee die loopt daaruit met de riem. Zal ik het zijn, ben ik een hele blije Serkan. Zal hij het zijn, dan zal het een avond zijn die hij nooit meer zal vergeten. En zeker het publiek ook niet, want het wordt echt een spektakel. Ik ben een keer aan het trainen hier. En ik ben voorbereid voor de 17e, man. Ik denk Serkan ook. Ze ziet er gedreven uit. Ik ben ook gedreven. Dus de 17e wordt een hele mooie, harde, technische. Ja, ik kan niet wachten eigenlijk. 3 weken vanaf vandaag is 3 weken, dus we kijken naar uit. Mensen moeten niet vergeten dat we uiteindelijk wel 2 professionals zijn. En het allemaal die dag moet gaan gebeuren. Dus vandaag kan ik hem zeker aankijken. Ik denk ook dat jullie een stare-down willen doen dadelijk. Dan gaan we iets bozer naar elkaar kijken. Alleen die dag gaat het zeker gebeuren. En dan zullen we niet zo lief zijn als dat we vandaag zijn naar elkaar toe. Ik hoop ook dat ik de beste Donovan tegenover me krijg en door al die jaren heen. De beste Donovan die tegen al die gasten heeft gestaan. Er moet een betere Donovan zijn tegenover mij. Want als ik van hem win, dan wil ik wel winnen van de beste. En niet achteraf horen van ja, dit, dat, zo. Inderdaad. Gelijk heb je. Dank je wel. Hetzelfde wil ik ook. Deze twee jongens dus te zien 17 juni bij Glory Collision 5 in Ahoy. En natuurlijk live bij Videoland. Check it. Hoes. We gaan door naar de middengewichtsdivisie. En daar is ook weer een championship bout tussen Donovan Wisse versus Serkan Sleeping Pills. Ik kijk echt uit naar Collision, man. Dat is echt, dik, hè? Als kickboxliefhebber is het gruwelijk, man. Wisse is heel... Dat is een hele technische vechter. Dat merkte ik ook als ik met hem sparde. Die man is heel precies. Dat is heel precies. Die plaatst een low kick steeds op dezelfde plek. Ja. Die slipt, die stoot en die komt met een leverstoot, snap je? Dus ik vind hem heel technisch. Hij heeft ook heel goed oog. Maar Serkan weer. Kijk, Serkan stond enkel bekend gewoon om zijn harde stoot en je gaat slapen of niet. Klopt. Die heeft ook echt een harde stoot, moet ik ook echt zeggen. Het is gewoon, zijn gewoon doffe stoot op je dekking. En hoe hij Wisse als probleem gaat oplossen. En wederzijds. Dat zijn twee vrienden van mij. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Ja. Dus dat is echt iets waar ik gewoon puntje van mijn stoel ga zitten, man. Mooi gezegd. Hoe zij kan het probleem dan even Wisse gaat oplossen. Ja. Ja, die vind ik hard, man. En een naam hebben we ook eigenlijk naar uitkijken. En een event waarvan we uitkijken is natuurlijk juni. Dat werd vandaag bekendgemaakt. Collision 5. De main event zal dan eindelijk een wedstrijd worden waar we allemaal naar uitgekeken hebben. Namelijk Serkan Özcalian tegen Donovan Wisse. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, weer zo'n geweldige partij. Kijk, styles makes fights. Dus kijk, Donovan, een hele technische vechter. Serkan, een raadhouwer. Ja, dat, weet je, dat wordt zo'n partij. Ja, dat kan alle kanten op gaan. Hoi, rustig aan. Dus dat kan alle kanten op gaan en dat wil je toch gewoon zien. Dat wil je, dus ik denk dat die hele kaart mooi wordt, wat ik toen het er nog een beetje gezien heb. Ja. Serkan versus Donovan Wisse. Ik mag ze beide, maar ik denk wel dat Wisse gaat winnen. Ja. Ja. Wisse is denk ik toch wel iets technischer dan Serkan. Je moet niet geraakt worden. Ja. Dan heb je een probleem. Maar Wisse's dekking is wel heel solid. En... Als ik moest wedden, zou ik mijn geld op
wisten zitten. Ja, zeker. Gewoon op punten. Op punten. Gewoon op punten, ja, op punten. De terechte kampioen van, ja, van de middengewicht. Kijk, ik wil, ja, zoals velen van me weten, ik ben super jong, super hongerig. Ik wil gewoon voor de belt, weet je. Maar wat ik ook eerder zei, van, als het mijn tijd is, is het mijn tijd, snap je? Als ze me niet meteen voor de belt willen gooien, wat ik misschien kan begrijpen, omdat ik best jong ben. Weet je, dan vecht ik wel tegen iemand anders. Maar ik ben echt ready voor iedereen, man, in de divisie. Dus ik denk wel dat ik hopelijk dit jaar wel nog voor de belt kan gaan. Je hebt Donovan Wisse, hij is a pride of Suriname right now. Next to Donaghy, of course. But he's been so impressive and so technical and so strong. It's real for me. It's really hard to point a winner. Yeah. Because they're both good at their styles. You know, Serkan, he just comes to knock you out, and Wisse just, he can do it all. You know, from Serkan, he comes to knock you out. No, I think on paper, Wisse should win this on paper. So I'm gonna go on paper, but it's not my personal privilege because of personal opinion because I do not have any. And because I love them both, but I'm gonna go what's for the statistics, so I have to go for Donovan Wisse, and that's only based on the statistics. Niet toch nog te vroeg voor Serkan om de titelgevecht te krijgen. Geen slechte vechter, maar toch ook wel beperkt tot alleen het boksen, terwijl Wisse toch meer een allrounder is. Man, it's a clash of styles here as well with Donovan Wisse. He's just pinpoint accuracy, he's a patient counter striker, where Serkan is front foot forward all the time, he's opening combinations with hooks, he's a heavy hitter. I almost, as much as Serkan, I feel like he's been getting the good sell, Glory clearly likes him, it's a really tough matchup for him, in all honesty. Am I wrong here? Now, what's the final verdict on this one? I think this is one of the tougher ones to pick on it. Donovan Wisse, Serkan, what's your final prediction on this one? Full fight, I think a full fight. Decision, yeah. Definitely. Not knockout ending in this one. I don't know. No, I don't think so. I think a full fight. Because they train really hard. Like, their condition is good. The mental is also good. In their division, yeah. It's nice to watch always that division. I love to watch the fights. Especially if they have, like, two fighters like them. It would be great to see this fight. Yeah. Don't want to miss it. Oh, ja, klopt. Maar laatst, toen hij dus bij ons te gast was in de podcast, was hij wel vurig toen hij die boodschap kreeg van Serkan. Dus ja, die man moet niet veel praten, joh. Die man praat veel. De wedstrijd, dat wordt een verhitte pot. Ja, en ik ben er heel benieuwd. Ik weet niet hoe jij dat ziet. We hebben natuurlijk van Wisse wat hij kan. Hij heeft enorm goede ringcontrole. Hij is super technisch, heel bekeken. Ja. Hij doet eigenlijk geen gekke dingen. Hij zal hem nooit een spinning backfist op een gesprongen knie of dat soort dingen. Nee. Knie misschien nog wel, maar geen rare acrobatische toestanden zien uithalen. Nee. En waarvan Serkan weet, die komt gewoon voor, die gooit gewoon bommen en die probeert gewoon je kop eraf te slaan. Ja, ja, dat is wat hij ook zei, toch? Die gaat, die komt om zijn sleeping pills te laten zien aan het publiek en die gaat gewoon volop. Het is lastig om te zeggen wie gaat winnen, maar ik denk dat dit ook weer een partij wordt voor de fans. Ja, clash of styles. Ja, zeker. Zeker. Echt een mooie pot. Een paar minuten later zit ik in de tweede. Neem ik een slokje water en dan zit ik in de derde. En voor ik bij de vijfde ben, is die al knock-out. In mijn ziel voel ik het. Ik voel het in het diepste in mij. In mijn spieren, mentaal, mijn hersenen. Hoe ik opsta, hoe ik slaap. Zoals ik zei, alles is gewoon een compleet plaatje. Ik voel het in mijn ziel. Ik ben gewoon ready. En dit is mijn moment om te schijnen. 100%. Ik was er al klaar voor toen ik de divisie instapte. En nu ben ik er 100%. Extra klaar voor. Ik kom altijd om de kijkers te geven waar ze voor betalen en wat ze willen zien. En dat is een keiharde knockout. En alhamdulillah, het gaat altijd goed. Tot nu toe de laatste twee partijen ook geëindigd op een KO. En ik ben blij dat het zover is gekomen. We wisten natuurlijk, hè? Dat onze Sranamang. Dat zeg ik je eerlijk, kijk. Ik denk dat Donovan technisch eigenlijk de verdere en betere vechter is. Die ook de ervaring echt met zich meeneemt, snap je? En ik denk dat Serkan wel degene is die met die power shot kan komen, snap je? Je moet niet geraakt worden door hem, maar Donovan's zijn dekking is altijd solide en vecht vanuit een gesloten dekking. Dus ik denk dat het heel erg interessant gaat worden om een gaatje voor Serkan te kunnen vinden bij Donovan. Everybody knows who I am. Everybody knows for what I come.
And I think we are both good fighters. He's the champion, I'm the number one. So I don't agree with that I'm a big underdog. I'm a spectacular fighter and I have the sleeping pills. Everybody knows when I came, it's gonna be a spectacular fight. And that's what I expect tomorrow also. I hope he's prepared for 5 rounds of war. It's gonna be in the second, third, fourth, fifth round. He got sleeping pills, I got my pills. And I'm a strong fighter, I'm very diverse. So Saturday is going to be a great match and I will be victorious, man. Hetzelfde hebben we natuurlijk ook weer voor Wisse. Donovan Wisse, Sranaman Ukondremangs. Donovan Wisse tegen Serkan de Sleeping Pill. Wat gaat het worden, Turkije of Suriname? Ja, 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 ja. Donovan Wisse. Paramaribo, Suriname. 18 wins with just one loss. 10 of those wins coming by way of knockout. He's won 8 of his 9 glory appearances. The Dream Chaser made his professional debut back in 2016. This will be his 7th defense of the belt. 84.7 for the champ. From that belt to the next, it's the middleweights. Serkan Özkoglu taking on the champ, Donovan Wisse. Nu sta jij voor een grote partij ook weer, hè? Klopt, ja. Want ik heb me laten vertellen dat als jij die wedstrijd wint, dat er wat meer erachteraan komt. Ja, daar klopt. Iets meer over vertellen. Dat hoor ik ook. ik hoor gewoon van ja, als ik deze win, dan waarschijnlijk ben ik de eerstvolgende die voor de titel mag. Mm-hmm. Donovan Wisse, Owen O'Brien van Omroep West. Ja. First of all, congratulations. Who would you like to see next in the ring? And what do you think of Boapea winning tonight? After the fight, Boapea won a knockout, I think, with a knee to the head. He said to Joe Vitalini he wanted the belt. So I think the next fight will be Boapea. He's an excited fighter, explosive, come forward, and young. So I'm looking forward to face him in the ring next. Serkan. Tegen Donovan Wisse. Kijk, die Surinaamse vlag moet hier zitten. Het was Surinaams links, Surinaams rechts. Hey. Surinaams hey. In de handen, Surinaams in de benen. Surinaams in alle drie niveaus, dus hoofd, lichaam, benen. Het was... Het was een masterclass. Ja, het was echt... Hoe geweldig Serkan ook is. Kijk, we hebben hem hoog zitten. We hebben hem allebei Serkan hoog zitten. Ik wil niet zeggen verbaasd, maar toch een soort van onder de indruk dat Serkan dusdanig schaakmat wordt gezet door Donovan Wisse. Doubt yourself. Once you stop, I'm telling you what I know. Yes. Every day it's a selling job on you. It's possible. I can do this. I can make this happen. No matter how bad it is or how bad it gets, I'm going to make it. It's possible. Feed your mind with words that you write and words that you hear and words that you speak to yourself. Feed your faith and your doubts will stop. Say to yourself, it's possible. It's possible. It's possible, even when you have no evidence to point to. Say to yourself, it's possible. There's nothing as powerful as a made-up mind. Tegen Serkan, in mijn ogen een soort van masterclass. Ja. Want je hebt hem wat dat betreft overklast. Er is er niemand, er is alleen Boapea nog, volgens mij. Maar die heeft het al uitgeroepen. Ja, maar in een interview daarna zei hij ook van ja, als Glory me die partij geeft, dan neem ik het. Maar als Glory ook iets anders geeft, dan neem ik de hoek. Dus ik zie dat hij ook nog een beetje twijfelt. Of, ja, misschien was het nog te vroeg om zo te schreeuwen. En dacht hij van, misschien, nou, want hij heeft mijn partij natuurlijk nog niet gezien. Ja, dus hij dacht ook van, Maar Boapea is toch echt, zoals we al gisteren zeiden, een jongen om echt in de gaten te houden. Ja, en er zit zoveel vuur en passie in die jongen. En je ziet hem ook de stappen maken en hij gaat toch nog beter worden. Hij vroeg om de belt. Ja. Ik weet niet, misschien nog een stapje te vroeg, maar wie weet, het kan. Ja, in principe zie ik niet iemand anders of zo. Ja, de visie is wel open, hè? Ja. Ja, 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 ja. Goede wedstrijd. Ja. Je pakte de mic en je schreeuwde naar iemand, want jij wil ergens voor vechten. Tuurlijk man, dat is waar ik hier ben gekomen. Ik wil gewoon voor de belt, weet je. Als het mijn tijd is, is het mijn tijd, weet je. Als Robbie het me geeft... Mooi, zo niet.
ik ben gewoon ready voor iedereen, man. Iedereen gaat het echt van me krijgen, echt. Ja, je hebt iemand uitgedaagd, je hebt de kampioen uitgedaagd, Donovan van Wissen. Hij heeft dat ook geaccepteerd hier, ik weet niet of je dat hoorde. Ja, ik heb hem ook uitdaagd. Ja. Dus wat denk je daarvan? Kijk, weet je, als het mijn tijd is, is het mijn tijd. Ik heb al vaker aangegeven, ik ben gewoon ready voor iedereen in de divisie. Snap je? Als ik al bij één iemand twijfelde, zou ik nooit tekenen bij Glory. Maar sinds ik heb getekend, ik weet gewoon van, ik kan iedereen. Weet je toch? En hij ook. Dus ja, weet je, als die partij komt, ik neem hem aan zonder twijfel. Blessure, geen blessure, ik neem die partij aan. En ik zorg ervoor dat ik hem echt laat zien wie ik ben, weet je. Maar zo niet, heb ik iemand anders. Geef niet, man. Ik ben gewoon hier om te vechten en een mooie legacy op te bouwen, man. Ja, Wisse heeft zelf ook gevochten. Hij heeft gewonnen. Wat vond je van zijn performance? Ja, mooie partij, man. Ik vond hem wel dominant. Een mooie partij, ja. Had je dat verwacht? Niet zo. Ik had het niet zo verwacht, maar hij had een hele goede gameplan met die calf kicks. En hij speelde het spelletje gewoon heel goed. Ja, man. Dus alleen maar respect. Boa Peya won today. I heard him scream, you won the belt. Welcome and get it. Because you ain't gonna get it, boy. En de laatste was heel mooi. En ja, ik win van goede jongens. Jongens met meer ervaring. Jongens die ouder dan me zijn. Voormalige kampioenen, voormalige titelcontenders. Weet je toch, mannen met slaappillen. Nog heel even naar een ander gevecht. Michael Boa Peya, die andere jongen uit Den Haag. Die sloeg zijn tegenstander knock-out. Zie je in hem nou een tegenstander voor volgend titelgevecht? Het zou best wel kunnen. Ik weet niet wat Robbie van plan is te doen. Maar als het Boa Peya is, dan Boa Peya. Dan heb ik gewoon een volgende trainingskamp en dan bereik ik me voor op hem. Het is vervelend om te zeggen, was bijna een mismatch. Ja. I'm a strong believer of what Nelson Mandela said. That everything is always impossible until someone does it. Well, I'm going to be the one that said to myself, I'm going to do it and I'm going to show it to them. Maybe it has never been done before. That's perfectly fine with me. But I'm going to do it. And I did not listen to the naysayers. I was prepared for Serkan. He motivated me a lot. And today, he got the best Donovan. He wanted the best Donovan. He got the best Donovan. Ik had echt het gevoel dat Serkan met de stiletto naar de schietpartij kwam. Donovan, you just said before this press conference that you weren't really impressed with Serkan. Did you expect more from him? Did you expect for him to come out stronger? I expected the best Serkan, you know. He got the best Donovan. He wanted the best Donovan, but I didn't think I got the best Serkan, you know. Maybe my game plan was too good for him, and he could have changed in the fight. So my performance was a 10+, so I'm happy with that. All right, as for Donovan Bisa, after the fight, you said you grade your performance on it as a 10+. We don't hear that a lot from fighters. Was that your best performance ever? Was a good performance, you know. I did everything that I wanted to do, the calf kicks, the body shots, the head to the kick, the kicks to the head, leg kicks. It was a complete fight, you know. My timing was good, my movement was good. En I got hit like maybe 3 times in the fight. Donovan Wisse, je hebt net gewonnen. Een hele goede partij neergezet. 50-45 tegen een sterke tegenstander. Hoe voel je nu? Ja, tegen een sterke tegenstander was hij liet een beetje van zich afweken. Van zich afzien, als ik het zo moet zeggen. Maar ik voel me heel goed. Ik heb heel mooi gevechten neergelegd. Je hebt het zelf gezegd 50-45, alle rondes gedomineerd. En ik ben heel erg blij met mijn performance, man. En dan krijg je zo'n blok beton als door van Wissen. Ja, yeah, ja. Yeah. Die Surinaamse Tigri Anu. Kom een Nederlandse man komt naar me toe. Kom op me aflopen. En die man zegt ineens van, hé, hey, je stopt zo maar naar me, hè. Maar hij zei het echt zo vloeiend, zo goed. Weet je. Ik zeg, hè? Ik zeg, hey, jij was al verbaasd dat een witte op die manier tegen jou zegt van, je stopt zo maar naar me. Ja, ik was echt al verbaasd. Zonder accent. Zonder accent. Niks. Zonder accent, gewoon vloeiend. Jij dacht, hij kan het beter spreken dan ik. Zo, maar wist je dat hij een blanke paard? Jij wist het, hè? Ja, hij was al vaker ook hier geweest. Okay, ja, hij zegt, ja, wist je naar mijn boy? Dus ik denk naar mijn boy gewoon, mijn mattie, weet je, mijn boy. Ja, zo. Ze zei, naar mijn echte boy. Ja, ja. Ik ben naar paf wisselen. Ja. Oh, oké. Okay. Maar echt heel spontaan, heel gezellig. Zijn broer is het. Hij zei van, ja, zijn vader maakt zich een beetje zorgen, want je weet nog nooit of je links, je krijgt blablabla. Bla, bla. Ja. Hij zei, pa, maak je geen zorgen. Dit is easy money.
Easy money. Maar achteruit heeft hij gelijk gehad. Donovan heeft gelijk gehad. Maar is een E-game gekomen. Ja, zijn E-game. Met zijn E-game. Gewoon die A. Hoor hem. E-game. Serkan wilde de beste Donovan. Ik heb hem de beste Donovan gegeven. Ja, dat is wel zo. Ja, als je erom vraagt, ga je het ook krijgen. Ja. Wat was wel goed van Serkan? Lastig. Ik zal je vertellen. Ja. Vanaf eigenlijk die eerste, tweede ronde werd alles kapot gemaakt, waardoor hij derde, vierde, vijfde ronde niks meer kon. Ja. Het is bijna alsof zijn handen op zijn rug werden gebonden. Ja, in mijn ogen iets geweldigs laten zien. Je weet, Una Sanama, Una Tek Pirki zomaar, Una Groen 2, ja. Dus vertel eens even, had je verwacht dat het zo makkelijk zou gaan? Als ik eerlijk moet zijn. Ik heb me heel goed voorbereid op Serkan en ik had de beste Serkan verwacht. Dus ik heb me keihard voorbereid, ik zeg gewoon eerlijk. Hij was gemotiveerd. Hij wilde de beste Donovan, hij heeft de beste Donovan gehad. En Remy, wat was voor jou het opvallendst? Nou, het opvallendste vond ik echt dat Serkan in een negatieve zin mij verraste. Tegelijkertijd zeg ik van, of Donovan Wissen was zo goed dat Serkan er zo uitzag. Donovan Wissen, gefeliciteerd met je wereldtitel. Daar sta je dan. We have Donovan Wissen dominantly defended his middleweight crown against Serkan Özkoglian from Turkey. Dude, this was a masterclass by Wissen, man. He just looked real good. I mean, combinations were on point. You know, defense, you know, kept his hands up, high guard, and then boom, he would come in with the counter. You know what I'm saying? Serkan was only throwing one shot here and there. I guess he too apparently got hurt. You know, he apparently hurt his, I think, his right hand. But I mean, hey man, still though, man, I don't think it would have mattered either way, man, because Donovan was just looking too good, too smooth out there. Yeah, and like I said, dude, I mean, I don't know who's gonna be next for the champ, but I mean, whoever it is, man, they got to bring their A-plus game. Forget just A game; they need to bring their A-plus game against them. Next up, Serkan Özkoglian versus Donovan Wissen. This is a fight that has been years in the making, and it was very interesting to finally see this play out. I thought before that Donovan Wissen would win, and he did it on a very dominant way. Serkan is a power puncher, and Donovan is very technical, one of the most technical fighters in the world, maybe even the most technical fighter at this moment. But he just gave a masterclass of kickboxing. De tweede en stil van de avond staat ook naast ons inmiddels. Een middleweight champion en stil, Donovan Wissen. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, wat was je goed eigenlijk vanavond? Ja, dankjewel. Een hele goede gameplan, een hele goede mindset had ik. Mijn focus was goed in het gevecht. Dus ja, 10 plus man, ik geef mezelf een 10 plus. Ja, het is de beste Donovan die we tot nu toe gezien hebben. Ja, dit was echt de beste versie. Dit had ik niet verwacht. Zo goed, zo gecontroleerd. Ja. Ja, hij maakte gewoon geen kans. Ja. Ja. Dus als u de sportpas wil zien naar de Olympische Spelen, dat heeft ermee dat ze daar niet te doen. De sportpas moet dat nu hebben. We willen misschien meer dat alle respect voor alle kampioenen. Maar Donovan is hier geboren. Amara Brouwer, geboren in Togo Blauwa. Hij traint hier, hij woont hier. Maar in de manier van Zana heeft hem op de Europese school, hij is naar de Pijten. Hij is een echte Zana-boy. En hij verpikt het om te lang daar te blijven. Maar wat ik zeg, hij pakt de eerste de beste vlucht. En kijk dan, hij zit hier weer met ons samen. En dat is echt lekker. Next! Ja, het is iemand dat is zo. Je moet snel zijn en niet te zo.